5 uur vanochtend. Er wordt druk gebouwd aan de tribunes voor de VIP-gasten bij de finish. Er moet nog een hoop gebeuren in het finishgebied. En de Fransen nemen Neeltje Jans langzaam maar zeker over. Understand? Er wordt in een paar uur tijd een compleet dorp uit de grond gestampt. Ook de Franse tv arriveert vanuit Utrecht. Het is inmiddels 8 uur als het podium is opgebouwd en het finishgebied meer en meer vorm krijgt. 24.000 mensen kunnen op Neeltje Jans de finish bekijken. En dan moet je zorgen dat je op tijd bent om een mooie plek te hebben. Ja, een supermooie plek. Ja, altijd al een keer gewild. En nu kan het eindelijk, dus fantastisch. Hoe laat was je hier? Ja, hoe laat zal het geweest zijn? 7:15. Maar dan heb je ook wat, hè? Zeker weten. Alles voor een mooi plekje, hè? Ja, wij dachten dat we moesten lopen vanaf de rotonde. Maar we konden doorrijden met de auto en dat was niet verwacht, nee. Is dit een droomplek? Ja, dat is een fantastische plek inderdaad, ja, op de finish. Gezien dat we dadelijk konden plassen hierachter, dus dat komt helemaal goed. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue en Zélande. Rond 9:30 worden de medewerkers in het finishgebied nog één keer gebriefd. En als er dan ook echt fysiek een streep is getrokken op Neeltje Jans, kan het lange wachten op de renners beginnen.